Dat is een teken dat je mij gaat verlaten. Kijk, jij bent ook cute, vallen. Cozy. Ik ben vogeltjes aan het zoeken. Het sneeuwt. Dan is het sneeuwt. Goedemiddag. Middag, ja. Het is middag. Goedemiddag. 11:40, slappen. Ja. We gaan gigantisch te laat zijn. We gaan niet gigantisch te laat zijn. Jawel. We moeten om 12:30 daar zijn. Ja, en het is nu 11:40. Dat is binnen 10 minuten. We moeten nog een half uur rijden. Och, geen half uur. We moeten aan elkaar kwartier. Dijk zijn, hè, Sam. Ah ja, okay. Niet bij mijn ouders zelf, hè. We gaan gigantisch te laat zijn. Ja, dat is. Arme Annelies. We gaan eten voor Annelies, haar scouts. Kampmenu. Eetdag, kampmenu, ja. We gaan naar de kampmenu van Scouts Beringenmijn. En... wat gaat je eten? Ah, oké. Okay. Dat kon niet kiezen bij deze, dat was een andere. Erwtensoep en dan puree en dan... Ja, maar we hebben pas moeten kiezen voor een eetdag, maar dat was voor een andere. Dat was bij je mama. Juist, ja. Naar de fietsclub van uw mama. Maar ja, we gaan dus nu naar de scouts en mijn ouders gaan niet mee, want die gaan eten voor... ik denk met mijn oma iets voor kerstmis of zoiets. Ah, oké. Okay. Gingen kerstmis. Die eten? Ja, oei. Dat is oranje. Nee, dat was nog goede tijd. En dus ja, hebben wij ons maar opgegeven om met Annelies te gaan. Kan anders is Annelies helemaal alleen. Die moest werken tot 12:30. En dan gaan we samen eten met Annelies. En misschien haar lief, ik weet het eigenlijk niet. Ja, misschien ja. Alhoewel, die haar lief. Ze moest ook mama werken. Mama komt ook, denk ik, of ze komt. Ik weet het niet. Alles is. Melkie en Sam zijn uit het raam aan het kijken. Ja, we gaan naar buiten kijken. Ja. Zijn vogeltjes aan het zoeken. Ja. Ik zie geen vogels. Nee, ik ook niet. Daarom zijn we aan het zoeken, hè. Sam heeft trouwens echt wel een mooie tuin. Ah ja, dat ding moet wel eens gekuist. Het is wel heel vuil nu, hè. Ja, maar ja, dat is logisch, hè. Dat kan heel mooi zijn. Ik zal het laten zien. Uit, we hebben een... ik bedoel, Sam heeft een stadstuintje. Is dat zo? Zelf gemaakt allemaal. Ja, de muur moet ook wel eens gewassen. Ja, ja, daarom alles. Maar ja, eens als het zomer en lente wordt, gaan we dat wel allemaal terug wat fatsoeneren. Maar daar staan een barbecue en een stakken barbecue. En keigezellig plaatje om te zitten. En een bankje. Potten en pannen. Ik wou zeggen potten met planten. En dan in de zomer staat eigenlijk de tafel die daar in de living staat. Zo, die witte tafel staat hier. Want dat is voor buiten. Cozy. Dat heb je mooi gemaakt, Sam. Dankjewel. Samen met je papa? Ja. Ja, mooi gedaan. Ga je ook buiten lopen dan? Ja. Ah ja, je laat Sheldon buiten, hè. Sheldon mag soms mee buiten, hè. Ik weet niet, hè. Muffin gaat sowieso weggaan. Ja. En dat wil ik niet. Nee. En Milky, ik weet niet. Ja, Milky zou ook nog wel chillen. Maar Sheldon gaat echt wel zo die gaat gewoon in de buiten. Zon ja, en die gaat gewoon de zon weg en die doet niks. Die springt nergens op, die zit gewoon. Maar Muffin, die denk ik wel dat weg gaat gaan. Milky niet, denk ik. Ja, die is in adem, hè. Ik denk wel dat Milky, eens als hij dat leert kennen buiten gaan, dat hij meer buiten wil. Want Sheldon zaagt er eigenlijk nooit voor. Dat is wel waar. Maar ik denk dat Milky dat wel zou doen. Zaagt jij? Hey. Zaag een ventje. Milky! Zaagt jij? Hè? Hey! Milks! Milky! Milky! Milky, hier ben ik. Zaagt jij? Zaagt jij? Daar heb ik niks te zeggen. Ik denk, daar ga ik niet op antwoorden. Ze hebben de oogjes van iedereen nog eens kuis. Het is nodig, hè. Het is nodig.
Er is net iemand gekomen voor mijn Lubu thuis te kopen. Toch een beetje pijn in mijn hart. Want ze had die aangedaan. Toen dacht ik, ah, die zijn toch zo mooi. Maar ja, oké. Ik had ze. Ja, ik heb die echt nooit aangehad. Omdat ik sowieso al niet heel vaak hakken draag. Dus beter zo, hè. En nu de sounds en kunst. Kunsten aan het tonen. Hè? Ja. Toch mooi zijn, hè? Amai, hoe perfect wilt je dat doen? Heel perfect. Ja, precies. Ja. Oh, dat is wel mooi. Kijk hè. Ah, ziet je? Nu is dat in één keer mooi. Ja, maar ik zei niet dat dat niet mooi was. Het is wel een beetje krom. Oh, dat is mooi. Want wij gaan naar een babyborrel. Oei, hallo. Hallo? Jeroen Sharp? Ik heb het terug. Ik heb het terug. Gaan we ook een soundfoto maken voor u? Oh, kutel. Doe ik dat zo? Hoe lag ik? Zo. Nee. Niet zo fel, mijn mond. Zo is het, hè? Cute! Cute, Salle! En jij bent ook cute, Salle! Jij bent ook cute! Ja! En waar is Milky? Ah, hier. Of course! Op zijn stoelje, naast de mommy. Naast de mommy. Ik heb ook nog een half uur of zo foto's zitten te bewerken. Voor Instagram. Die ik nog ga posten allemaal. Dus ik heb er denk ik een stuk of 10 gedaan. Dus dat houdt me toch wel weer een paar dagen zoet. Oké, let's go baby. We're home. Samen de kat aan het vangen. Of zoiets. Wat zou je gaan doen? Sheldon aan het vangen. Sheldon wil niet. Sheldon denkt, laat me met rust. Laat me met rust! Schoon keer uit. Veil. 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 Een echte veil, hè? Nagelveil. Nagelveil. Teenveil. Schoenveil. Oké. Okay. Ja, waar? Mijn handspring. Oh ja, hier. Ah, daar zo. Ja, ik heb ook wel spierpijn van gisteren. En ik ga me douchen. Ik heb net mijn koffer gemaakt. Oké, okay. Wat vind je daarvan? Ja, dat is een teken dat je mij gaat verlaten. Ja. Talisa gaat me verlaten. Ik ga je deze keer zelfs, deze week zelfs twee keren verlaten. Ja. Ja. Maar ik ga morgen naar Amsterdam. Such a hard life. Morgen naar Amsterdam, heel last minute eigenlijk, want vrijdag hebben we een mailtje gekregen dat we dinsdag zijn uitgenodigd voor met Orange te gaan duiken. Dus we gaan van zo springplanken en zo afduiken in een zwembad. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik weet niet of ik dat ga durven. Ik denk 3 meter zal ik wel durven. Hè? Ja, sowieso. Dat is nog. Dat is niks. En dan was er nog 5, 7 en 9 meter. 9 durf ik echt niet, denk ik. 3 en 5 gaat je durven. Ja, nee, 9 is echt al heel hoog. Oké, 3 en 5. Ik ga proberen. En daarom gaan Celine en ik dus morgen al naar Amsterdam. We gaan eerst nog onze nagels doen. Dan vertrekken we naar Amsterdam. En dinsdag is die duikdag al. Ja, ik wou zeggen redelijk vroeg, maar dat is niet waar, want we zijn al in Amsterdam, dus om 11 uur. Anders moesten we wel al om 8 of zo vertrekken. Dus dat wordt kei fijn en ik ga jullie natuurlijk meenemen. Ik kan niet zollen. Nee. Gaat je ook iets vloggen als ik weg ben? Ja, dat kan ik. Met je gsm of zo. Mm-hmm. Als je iets tof doet, hè. Ik doe altijd iets tof. Sowieso. Ik heb morgen al iets tof te doen. Ja. Zeker. Ah ja, je gaat naar Nick morgen. Ja. Terwijl dat Celine en ik weg zijn, gaat Sam naar Nick. Ja. Die hebben achter onze rug afgesproken. Ja, we maken er gewoon gebruik van, hè. Dat wij eens weg zijn. Eindelijk eens zonder jullie zijn. Oh,
Och, en dan gaan jullie waarschijnlijk er kebab eten en FIFA spelen. Ja. Dat doen ze samen. Ja. Nee, maar dat mag, werken, ja. Dat is goed, hè. Dat is goed dat ze goed kunnen opschieten. Dat is leuk. Hey. Iemand is aan het janken. Wie? Wie is het? Tadaa. Wie is het? Is het Schmelly? Schmelly, ben jij aan het janken? Hey. Did you miss us? Het was trouwens wel een toffe babyborrel. We dachten eerst, we gaan niemand kennen. Het was via iemand waar Sam mee samenwerkt. Hè? En we dachten, ja, we gaan niemand kennen. En toen kwam ik ben de meter van Bente. En een van de beste vrienden van mijn tante en onkel, Kurt en Nathalie. Kurt is de Peter van Bente. Dus toen waren die daar ook ineens, want die werkt ook samen met die man. Dus toen was het wel nog gezellig uiteindelijk. Hè? Allee, het was sowieso wel gezellig. Het was wel mooi. Het was ook een hele mooie zaal, amai. Super mooie zaal ook. Dus het was wel fijn. Oké, ik ga nu douchen. Ik ook. See you, hè. Jij ook? Ja, ik stink ook. Ja, niet samen, hè. Nee, ja. Ja. Ik ben gedoucht. Nu is Sam nog in de douche. Ik ben ondertussen eten aan het maken, want het is weer 7:45. We eten meestal wel laat eigenlijk, ook door de week. We eten tussen 7 en 9. Ruim geschat. Ja, doe de deur dan toe, hè. Ik sta in mijn blootje, zeg ik dan. Ik ga spinazie falafel bolletjes maken met groentjes en van die maiskolven en rijst. Dus dit zijn de falafelbolletjes. Die komen uit de diepvries. Maar ik ga die zelf bakken. Dan is hier paprika en courgette. Hier heb ik de 2 maiskolven. Plus hieronder is een zakje met rijst. Yummy! Het eten is klaar. Het ziet er wel echt niet lekker uit, om eerlijk te zijn. Het is dus spinazie, falafel en rijst met groentjes. Er zit ook een klein beetje sojaroom en kurkuma bij. Dan de mais. En hier is Sam zijn portie. En ik heb een klein bordje genomen. Omdat de grote borden in het afwasmachine zijn. En alle andere komen ook. Dus we kunnen zelfs nog bijnemen. Smakelijk, baby! Dank je. Smakelijk. Voordat we de vlog gaan afsluiten, gaan we nog even op zoek naar de comment of de... Ja. De comment of the day vandaag is van Marie de Kimpe. Marie zegt, oké, als ik een slechte dag heb, kom ik Sheldon stelen. Dat gezichtje is echt goud waard. Ten eerste, Marie, je mocht Sheldon niet stelen van ons. Nope. Maar mocht altijd komen knuffelen met Sheldon. Hey Shelly, wil je knuffelen? Hallo. Hallo. Dankjewel, Marie. Dankjewel. Dankjewel, Marie, voor de leuke comment of the day. Als jullie deze vlog leuk vonden, doe dan zeker thumbs up. Of ja, 2 vingers in de neus. Hè. Vergeet ook zeker geen leuke comment na te laten. En te abonneren op ons kanaal. En wij zien jullie morgen.